Eerst was er het Coolsingel ziekenhuis, het modernste in Europa. Dan het Dijkzicht ziekenhuis met een medische faculteit. En sinds 2002 het Erasmus Medisch Centrum. Gezamenlijke dreiging. Virologisch is het heel interessant. Men kent ons wel. Wat gaat er op de campus rond het Erasmus MC gebeuren? En wat gaat dat betekenen voor Rotterdammers, Europeanen en de rest van de wereld? Een onthullende blik achter de schermen in het hart van Rotterdam. Ik twijfelde een beetje wat ik wilde, biologie, geneeskunde en toen heb ik eigenlijk voor de mix gekozen, biomedische wetenschappen. Dat was echt een biologie studie, maar dan in mensen met een medische twist eraan. Toen ik hier stage ging lopen was Ab Osterhuis hier nog afdelingshoofd. Ik kende Ab toen van tv, dus ik dacht eigenlijk, dit is de plek waar ik wil zitten. Het is een van de virologieafdelingen van de wereld misschien wel. En eigenlijk heb ik toen besloten dat ik niet meer weg wil hier zitten. Onze afdeling is wel een beetje bekend, nationaal maar ook internationaal. En dat komt omdat we al heel lang onderzoek doen op hoog niveau. Maar ook omdat we bij allerlei grote uitbraken bijspringen. Dus bijvoorbeeld op verzoek van de Wereldgezondheidsorganisatie. Dus die combinatie, men kent ons wel. De afdeling virologie in het Erasmus MC in Rotterdam is een grote afdeling. Ik denk dat we nu rond de 100 of 150 mensen hebben, onder leiding van Marion Koopmans. Die afdeling is gesplitst in twee takken. Dus je hebt een diagnostiektak die eigenlijk diagnostiek voor het ziekenhuis doet als mensen binnenkomen met infecties. Maar die doen ook wat onderzoek, maar zijn ook betrokken bij behandeling. En je hebt echt de researchtak. Die is een beetje gesplitst in verschillende werkgroepen, noemen wij dat. Waar je werkgroepen hebt die onderzoek aan virus A doen of aan virus B doen. Samen met één collega leid ik een van die werkgroepen en onze werkgroep die is echt gefocust op immuniteit tegen luchtwegvirussen. En dan met de nadruk op mazelenvirus en RS-virus, maar nu ook het coronavirus. These were patients in our ICU, right? Yeah, that's in our ICU. And when were samples obtained from these? Het immuunsysteem moet getraind worden hoe ze omgaan met die virussen. En dat is echt wat we onderzoeken. In het begin van de uitbraak hadden we direct toegang tot bloed van mensen die hier op de IC lagen bijvoorbeeld. Toen wisten we nog helemaal niks van hoe het immuunsysteem met die virussen omging. Dus dat konden we heel goed bestuderen. Het virus is binnen, het wordt opgeruimd. En wat gebeurt daarna? Hoe herinnert het immuunsysteem zich dit virus, zodat je in de toekomst beschermd bent? En dat kan je natuurlijk ook twisten naar vaccinatie. Als we nou de immuunrespons starten door vaccinatie, hoe ben je dan beschermd tegen echte infectie? Virussen zijn heel klein, dus ik werkte in het begin aan mazelenvirus. Het mazelenvirus heeft maar 8 eiwitten, waar mensen in de tienduizenden eiwitten hebben. En toch zorgt mazelen voor grote zorgen of problemen in mensen. Dus het kan grote uitbraken veroorzaken, kan sterfte veroorzaken. Dus het zijn hele simpele, kleine organismen die toch heel erg complex zijn en voor grote problematiek zorgen. Gebouwd laboratorium waar je dierexperimenten kunt doen en andere experimenten met virussen die echt gewoon binnen de deuren moeten blijven. Dat is een zogenaamd high containment laboratorium. Dat staat ook op de nationale agenda voor bijzondere onderzoeksfaciliteiten. Dus die kunnen andere instituten en onderzoekers uit andere instituten kunnen daarvoor bij ons aankloppen als ze dat willen. En dat gebeurt ook. Dat gebeurt ook internationaal. Nationaal hebben we ook al verkennend inmiddels een nieuwe samenwerking. Dat heet het Pandemic and Disaster Preparedness Center. Dat is een samenwerking in eerste instantie met de TU van Delft en de Erasmus Universiteit. Maar eigenlijk bedoeld om ook weer kennis en expertise landelijk bij elkaar te brengen. En dat gaat dus over hoe bereid je je voor niet alleen op een pandemie, maar ook op de effecten bijvoorbeeld van klimaatverandering. Zeespiegelstijging in een stad die daar gevoelig voor is. Hoe doe je dat? Hoe doe je dat op een manier dat je geen nieuwe risico's introduceert?
begon eigenlijk met de visie van Marion Koopmans. Van, ja, we moeten Nederland beter gaan voorbereiden op rampen en pandemieën. En toen heeft ze contact gezocht met Delft. Ja, om te kijken hoe kunnen we technologie inzetten bij pandemieën. Maar ook hoe kunnen we ons bijvoorbeeld op waterrampen voorbereiden. Want daar zijn we in Nederland natuurlijk ook heel veel mee bezig. En toen kwamen we erachter dat we eigenlijk heel veel gemeen hadden. Dus we kijken naar dezelfde dingen. De oorzaken en het ontstaan van rampen. Hoe je kan omgaan met risicobeheersing. En wat je kan doen als het misgaat. Ons vak is toch wel steeds bij de les blijven. Steeds grenzen verleggen van wat zijn de nieuwe vragen. Veel daarvan heeft te maken met infecties die tussen dieren en mensen kunnen overspringen. Maar ook de ziektes die we zien omdat we eigenlijk met z'n allen steeds langer leven. Waardoor je andere infecties die voor gezonde mensen verder niet zo'n probleem zijn, ook problemen opleveren. Dus die twee poten die hebben we echt ook als belangrijke speerpunten in de afdeling. Ja, je ziet hier de traphuis eigenlijk in het midden en aan weerszijden daarvan, dat zijn de spouwen waar die vleermuizen in zaten, die kleine dwergvleermuizen die door die voegjes naar binnen gaan en daar dus gewoond hebben. Maar ja, die moesten er dus uit en hier op die hoek bovenin, dat is de plek waar de slechtvalken gebroed hebben. Hier zie je echt in de rand van die luchtweg, dus de bedekking van die luchtweg, zie je infectie zitten. Hoe kan het nou dat hier in Rotterdam in februari opeens heel groot in het nieuws was dat er een neusspray was ontwikkeld die je beschermt tegen COVID? Ja, nou ja, onze afdeling staat eigenlijk bekend omdat we goed kunnen werken met gevaarlijke virussen. En op dat moment werd SARS-CoV-2 nog echt beschouwd als een gevaarlijk virus. Dat noemen wij een niveau 3 virus. En ons ziekenhuis, ons lab is echt ingericht om met dat soort virussen te werken. En dat zijn niet heel veel labs in de wereld, dus dat is al een voordeel van Rotterdam. We wilden graag bestuderen of die neusspray werkt of niet. En dat moeten we in proefdieren bestuderen. Dat betekent dat de ontwikkeling van de spray niet hier is gebeurd. Die is in samenwerking met een lab in de VS gebeurd. Columbia heeft de spray ontwikkeld. Echt de basis van hoe ziet het er nou uit, hoe ziet het molecuul eruit. Wij zijn verantwoordelijk voor alle testen die zijn gebeurd. We can resnap it. Yeah, because it's exactly the same spot again. If we don't touch it and resnap it, then it should be fine. In eerste instantie dachten wij eigenlijk dat de noodzaak heel hoog was. Dat was in februari vorig jaar toen we nog amper vaccins hadden. Nu lijken de vaccins relatief goed te beschermen, vooral tegen ziekte uiteraard. En nu toch weer naar boven komt dat die virussen nog kunnen overdragen onder gevaccineerden, wordt het toch weer belangrijker om wel naar de spray te kijken. Wat we proberen met de spray is om een soort beschermend laagje in je neus te maken, zodat het virus niet meer kan versmelten met lichaams-eigen cellen. Dus we proberen echt de eerste interactie tussen virus en cellen in de neus te voorkomen. En zo komt het virus niet eens binnen. We hopen dat wat we nu ontwikkelen niet alleen voor COVID werkzaam is, maar misschien in de toekomst kunnen we wel soortgelijke moleculen tegen allerlei virale infecties maken. Maar nu is de noodzaak COVID, dus daar werken we vooral aan. Een best groot gebied. Ja. Als je harder gaat stromen, gaat het water, de waterdiepte bovenstroomt, gaat enorm omhoog. Ja. Dan zou die goot overstromen. Ja, ja. Een hele praktische overeenkomst is dat we tijdens de pandemie ook een overstroming hadden in Limburg deze zomer. En dat we kijken eigenlijk naar soortgelijke dingen. Dus hoe, wij gaan kijken hoe ontstaat een waterramp, hoe breken dijken door. Dan gaan we helemaal zoeken en hier testen in het lab hoe dat gebeurt. Nou, zij doen dat met virussen. We gaan ook in het veld kijken. Dus, haar team is gaan kijken in de vleermuisgrotten in China, Wuhan. Nou, wij gaan in het veld onderzoek doen naar overstromingen. En we kwamen er ook achter dat we eigenlijk een soort gezamenlijke vijand hebben. En dat is gezamenlijke dreiging. Het klimaatverandering zal zowel leiden tot veel gezondheidseffecten. Maar heeft natuurlijk ook direct invloed op alle waterdreigingen en waterrampen. Bij de overstromingen in Limburg hebben we dus ook samengewerkt met mensen van het Erasmus MC om te kijken naar de gezondheidseffecten. Maar een belangrijke vraag was daar ook de evacuatie van ziekenhuizen langs de Maas. En ik begreep onder meer van Ernst Kuipers dat daar die landelijke structuur om patiënten her te verdelen
die ze ook al bij COVID gebruiken. Ja, ook bij die evacuatie van dat ziekenhuis gebruikt is om weer patiënten te spreiden over andere ziekenhuizen. Er zijn ook belangrijke vragen waar je denk bij beide soorten rampen tegenaan loopt. Hoe communiceer je met mensen en hoe betrek je ze in het gedrag, maar bij overstromingen in zelfredzaamheid. Hoe zorgen we ook bijvoorbeeld economisch voor herstel na de schok? En hoe zetten we slimme technologie in om tijdens zo'n ramp al betere informatie te kunnen hebben en betere handelingen te kunnen doen? Eén verandering waar we echt rekening mee houden is het introduceren van tropische virussen die via muggen worden overgedragen. Een andere verandering gaat over wat gebeurt er als je van die extreme weersgebeurtenissen hebt, zoals we in Limburg hebben gezien. Dan krijg je overstroming, vervuiling van water, misschien zelfs vervuiling van grondwater. Dus wat doet dat met gezondheid? Make sure that we detect everything, but especially if we look at the... We hebben van heel veel verschillende steden wereldwijd hebben we stedelijk rioolwater. En dan gaan we in die rioolwatersamples kijken wat voor virussen daarin zitten. Dus alle virussen, niet alleen corona. En een andere groep kijkt ook van naar wat voor bacteriën in deze samples zitten. Well, we're a little bit worried that the correlation with utilization for one vaccine is not the same as the other, right? We wisten wel dat er een dreiging was, maar welk virus dan precies die stap ging maken, dat is altijd een beetje de vraag. Dus toen in december vorig jaar of januari 2020 een beetje bekend werd dat het een coronavirus was, werd iedereen hier wel zenuwachtig. Van nou ja, dat is wel mogelijk een virus wat misschien sneller van mens op mens overgedragen kan worden en een uitbraak kan veroorzaken. Wat mij persoonlijk heeft verrast is, als je kijkt naar hoe SARS lang geleden een uitbraak veroorzaakte, het eerste SARS-virus, was dat eigenlijk redelijk klein. Het was redelijk gefocust in ziekenhuizen, het was niet een wereldwijde pandemie geworden. En als je ziet hoe snel dit virus om zich heen heeft gegrepen en wereldwijd een pandemie heeft veroorzaakt, dat is wel wat mij persoonlijk verraste. Uiteraard treuren we ons allemaal wat in de pandemie gebeurt, maar het is tegelijkertijd een soort virologische interesse, van wat gebeurt er? En hoe ontwikkelen die virussen zich? Hoe ontwikkelt de immuniteit in de bevolking zich? En virologisch is het heel interessant. We werken nu samen in dat Pandemic and Disaster Preparedness Center, PDPC. Wat we willen doen is kennis ontwikkelen om Nederland, maar ook de rest van de wereld, beter voor te bereiden op rampen en pandemieën. We brengen medische kennis bij elkaar, technische kennis, maar ook gedragskennis. We beginnen in de Rotterdam Delta, waar die kennis zit bij onze instituten, maar ook heel veel vraagstukken spelen rondom water, rondom verstedelijking, rondom gezondheid. Ja, en die kennis, we hebben met virologie, maar ook met water goede mensen in huis, die gaan we laten samenwerken. En dan ook in de rest van de wereld willen we die kennis gaan benutten om andere landen ook te helpen om hun deltasteden beter voor te bereiden. We moeten echt na gaan denken van hoe voorkom je dit? Wat zijn nou eigenlijk de mechanismes waardoor dit soort infecties steeds opnieuw opduiken? Dat heeft te maken met de grote veranderingen in de wereld. Het heeft te maken met ons gedrag. Het heeft te maken met klimaat. Dus ik hoop heel erg dat we de grote les vasthouden van wat gaan we nou zelf doen om dit voor de toekomst, de kans op dit soort uitbraken te verminderen. Goedemorgen. Goedemorgen. Hey, wat gaan we doen vandaag? We gaan gezellig bij de buren van het Erasmus MC even kijken. Want er zitten slechtvalken, als het goed is, als we ze kunnen vinden. Vleermuizen zouden er moeten zijn. Ik heb er wel zin in. Die slechtvalken die zie ik eigenlijk bij iedere koffiepauze. Check ik onwillekeurig eventjes of ze thuis zijn. Even kijken samen. Op het logo hier, dan kun je ze eigenlijk... Kijk nou, wat een mooi plaatje, Kun je ze gewoon zien zitten, normaal gesproken. Nu gaan we naar het dak van de slechtvalk. Dat is best bijzonder, toch?
Kijk eens hier naar boven. Ja, dat is behoorlijk hoog, dus altijd goed. Ja, het is maar 29 verdiepingen. Wat ga je nou doen? We gaan even in de kast kijken of daar nog wat voedselresten liggen. En je collega Kees Moeilijker heeft van alles in zijn zakje verzameld. Ja, Kees zal eens niet alles verzamelen als museumdirecteur. Gaat hij toch over het verzamelbeleid? Even kijken, Kees, voordat je alles in je zakje stopt. Ja, zijn er spreeuwvleugels. En hoe werkt dat nou? Want nu hebben ze hier zo'n kast neergezet, omdat ze op het oude dijkzicht zaten. Maar hoe weet hij nou dat hij hier naartoe moet komen? Waar is de verhuisbrief? Waar is de verhuisbrief? Ja, dus, die vogel die zat dus op het oude ziekenhuis, op een richel. Wat ja, eerlijk gezegd geen hele handige plek was voor een slecht valk. Ze hadden ook niet al te hoog broedsucces. Maar die plek die is onbereikbaar gemaakt. Dus ze hebben dus met een soort netten hebben ze die plek afgezet. Ja, en dan ga je om je heen kijken natuurlijk. We moeten even een alternatief vinden. Ja, en dan staat er hier zo'n prachtige plek. Naast de letters waar ze eigenlijk altijd al zitten. Dus zelfs als ze daar niet een net hadden opgehangen, had ik de kans al groot geschat dat ze deze kast toch wel een stukje mooier vinden dan waar ze eerst zaten. Ja, het is toch voor slecht valk begrip is dit wel een villa hoor. En zit ondertussen nou de directeur van het museum niet al het eten van de slecht valk weg te halen? Nou, er zit niet veel vlees meer aan, kan ik je vertellen. Het is vooral afgekloven werk hier. Nou, dit is een no-brainer. Het is duidelijk de snavel en de schedel van een halsbandparkiet. Dit zijn de vleugels van een kauw. Maar een kauw is best groot, dus hij pakt ook best grote vogels. Ja, maar ja, als je met een enorme snelheid uit de lucht komt tuimelen, dan geef je het een enorme klap mee. Dus dat is genoeg om de vogels om zeep te helpen. Maar wat die valk doet, is hij kringelt naar grote hoogte. Hij laat zich op de stijgende warme lucht laat hij zich omhoog gaan. Dus hij doet eigenlijk niks. Hij houdt gewoon zijn vleugels wijd en hij zweeft vanzelf. En als je dan onder zich een duif ziet passeren, dan laat hij zich als een steen uit de lucht vallen. Maar omdat het dier zo ongelooflijk aerodynamisch is, bereikt hij gewoon hele hoge snelheden. Wetenschappers hebben nog steeds debatten over wat dan de maximaal gemeten snelheid is van een slechtvalk. Want je kan dat op heel verschillende manieren doen. Tegenwoordig gebruiken ze ook radar. Er zijn dus mensen die beweren dat zo'n valk 300 km per uur haalt. Dat is genoeg om een duif in te halen. Nou, hier zit dus een vleermuiskast, net onder de dakrand. Het is een soort brievenbus eigenlijk, hè, als je zo kijkt. Hebben we nou veel vleermuizen in Rotterdam? Ja, Rotterdam is wel een echte vleermuizenstad. Nu hebben we het over een vleermuis hier in midden in de stad. En we komen net uit corona. Iedereen is hartstikke bang van een vleermuis, stad, ziekenhuis. Ja. Hoe zit dat? Een virus is aangetroffen bij vleermuizen in Zuidoost-Azië. Maar ja, er zijn heel andere vleermuissoorten natuurlijk. Dus die Europese vleermuizen waar wij hier mee te maken hebben, die hebben dat virus helemaal niet. Sterker nog, die vleermuizen hebben meer kans dat ze ziek worden van contact met een mens dan andersom natuurlijk. Maar goed, het zijn wilde dieren, ze zijn heel klein en ze mijden contact ook met mensen. Al die soorten die in de stad leven, die stadsoorten, die kunnen daarmee omgaan, want anders zaten ze niet in de stad. Dus het is ook zo dat het zijn zelf ook dynamische soorten. Alleen we moeten als mensen, als stadsmakers en beheerders, moeten natuurlijk wel een beetje opletten dat we al die veranderingen die we doen, dat we daar wel een klein beetje rekening houden met de aanwezigheid van die planten en dieren. Zodat het voor ons ook een fijnere stad is, omdat het allemaal blijft leven. Want ja, zo'n doodse omgeving is ook niks. Hier heb je ook weer een mooi uitzicht op het slechtvalk, ja, als hij er zou zijn. Ja, ik kan eigenlijk zo'n beetje zo. Hij zit er, hè, nu. Zit hij daar? Ja. Waar dan? Op die E? Ja. Ik ga zoomen. Nou, daar zitten ze op de onderkant van de E. En de linkerlus, ik zie hem wel. De kast is fantastisch geplaatst op deze manier. Voor jou? Voor mij ook, ja. Maar voor die vogels vooral. En voor het ziekenhuis natuurlijk. Want ja, stel nu dat die valken zo eigenwijs waren geweest dat ze niet hier naartoe hadden willen verhuizen, dan hadden ze heel het gebouw niet kunnen slopen. Maar dat was nog best een probleem geweest. Ja, dat is voor niemand leuk. Toch fijn dat het zulke coöperatieve vogels zijn eigenlijk. Je hoort ze roepen. Ik hoor het. Dat tjak, tjak, tjak. Er is weer wat.